Wat lees ik hier in de krant? De spik splinternieuwe Mercedes S-klasse van notaris Lammens is gestolen. Wat een schande we supersterren zijn, is het hier helemaal niet zo rustig meer. Er loopt hier allerlei schorrie morrie los rond. Je zou nog schrik krijgen met al die schurken streken. Tijd om eens een frisse neus te halen. En waar kan dat beter dan in het bos? Haha, Pateke, binnenkort zijn we rijk. Stinkend rijk. Dat van dat stinkend kan ik geloven. Omdat je ge uw rekening niet kunt betalen, is het water hier al een week afgesloten. En dat rijk, dat wil ik eerst nog eens zien. Ja, ja, wacht maar af. Pfu, wat vermoeiend zo ineens twee beerbiesten hebben. Waar zijn ze trouwens? Ze hebben vandaag... Geen school en Ruddy en Isomo zijn met Rietje en Simoneke buiten aan het spelen. Dat ze maar niet te ver gaan. Ik heb hun duidelijk verboden om tot aan de rand te gaan. Zeg, zullen we naar het scheeppark gaan? Bah, een scheeppark, hoe vies! Ja, wat kunnen we gaan doen in zo'n scheeppauwak? Nee, Isomo bedoelt het skatepark. We moeten spelen met een skateboard, maar ik weet iets veel leuker en veel spannender. Vlug, kom mee, vrienden. Maar wat staat hier verborgen achter die struik? Een Mercedes? Misschien dat het wel die van de notaris is. Hé, hey, wat gebeurt er? Laat me hieruit. Oh nee, die woopt naar de wand. Nou welke wand? Nee, niet de wand. De wand. Hij bedoelt de rand. Oh nee, dat mag helemaal niet. We mogen niet tot aan de rand van de popkast. Dat is veel te gevaarlijk.